Maar als ik begin, zit ik altijd in kruisje zo. En dan het middenpunt pakken. Dat de schilderijen, wat ik zeg, mooi in het midden zitten. Gewoon op de linnen met de olieverf. Kijk, en dat brengt ook mooie glans op, hè? Olieverf. Maar ja, net als olieverf, er moet ook weer een laagje vernis over. Om een mooie te krijgen. Hè? Want je krijgt, als je gewoon olieverf hebt, dan krijg je matte plekken erin. Eén zit een beetje dikker op als de andere. En daarom krijg je, en als je een vernis, dan krijg je een mooie, even mooie glans op. Kunst. Ja. Het is zo gelegen als er iets daar staat om na te schilderen. Of het is zo gelegen als een beeld of zo kunt maken. Dat noem ik allemaal kunst. Nee, dit is geen olieverf. Dat is gewoon op krijt gemaakt. Er moet ook speciaal papier voor hebben. Nou, en dan kun je naar met krijt en dan kun je mooi uitbalanceren met een watje. En dan gaan we van licht naar donker. En dan kunnen we mooi figuurtjes van maken. Hè? Ja. Degene die veel geschilderd heeft. En het is zo gelegen, als je niet meer bent op aarde, dan zijn de schilderijen veel waard. Ik zag zo een keer een paar schoenen liggen. En toen dacht ik, ik leg ze eens op tafel. En toen dacht ik, ja, ze moeten een borstel erbij en een schoenpoets en zo allemaal. Die heb ik erbij gelegd zo. Maar toen dacht ik, ik moet ook iets op de achtergrond hebben, een doekje of zo. Toen zag ik daar een rode doek met zwarte dingen eraan. Ik dacht, nou, dan leg ik een beetje onder. Nou, en zo komt het resultaat vandaan. Nou, ik gebruik olieverf en ook acrylverf. Maar het is zo gelegen, nou gaat voor het heel veel voor acrylverf. Maar ik vind olieverf toch wel het mooiste.